Zo jongens, en welkom allemaal op deze gloednieuwe livestream of gloednieuwe aflevering van vanavond. We gaan vandaag weer lekker Minecraft Fullcraft 3 doen. Ik ben vandaag weer lekker in mijn eentje natuurlijk. En we gaan vandaag weer lekker de 3 chance cubes openen. Ik had het stuk al proberen eerder op te nemen, maar door mijn geluid heb ik het eigenlijk verbeterd weer. Dus we gaan eerst kijken wat we krijgen. Heel veel obsidian zo te zien. Is wel heel lekker voor mee te nemen, obsidian. Dus ik ga even hakken. Is heel lekker voor mee te nemen, maar ik weet niet wat ik er voor de rest verder aan heb. Ja, dat niet veel. Dus we gaan weer lekker door. Oeh, Valentine. Waarom is die nog altijd aan het bouwen? Deze mooie, jongen. Lava, daar gaan we even voor zorgen dat dat niet gebeurt. Ik wil even geen lava nummer hebben. Puur omwille van inderdaad eerst en vooral het huis dat af gaat branden. Het tweede gedeelte is puur en alleen om lek te veroorzaken. Voor lek te stoppen. En ik heb ook dus geen eten meer. Dat is ook leuk. Ik ga nog één keer obsidian hakken. Gewoon kijken hoe ver we komen. Oké, nice. En nu een aantal stekkies. En dan gaan we lekker naar ons huisje toe vliegen. En gaan we lekker verder werken met Steve Cars, jongens. Het is weer het moment van Steve Cars. Een keer de op pauze zet. Ja, er staat nog een stream ook op, jongens. Even voor de duidelijkheid. Stream van Jules staat namelijk nog open. Zo, ik ga eerst en vooral voedsel pakken. En een aantal dingetjes wegsteken. Oké, blijkbaar hebben we dus geen ruimte meer. Dat wil dan ook zeggen dat ik hier de quarry ga moeten afzetten. We hebben geen ruimte meer. Quarry is al redelijk ver te zien. Ja, quarry is al redelijk ver te zien. Mooi. Auw. Dit gaat ook wel nog heel eventjes doorgaan. Dat is ook mooi. Goed, jongens. We gaan dus weer lekker verder doen met Steve's Cars. Het Steve Cars. Als het goed is, is mijn kaart klaar. Hallo? Hallo? Mijn kaart is nog niet klaar omdat hij geen cold meer heeft. Dus minder. Nu is hij klaar.
Een modulaire kaart. Ja. Deze stopt hopelijk nu wel. Dit is onze kaart. Kan ik die boekshelft wegsteken alsjeblieft? Die boekshelft heb ik namelijk niet meer nodig. Nope. Oké, dat is minder. Die tapijten heb ik ook, kan ik ook niet wegsteken momenteel, dus dat is ook minder. Goed, dus waar dan we mee bezig waren? We waren bezig met Steve Cars. We gingen een farm opzetten. Ik heb hier zoals jullie zien een heel mooi groot stuk uitgeshoveld. Ik ging eigenlijk dit ook nog uitshovelen. Oops. Deze stuk gaan we zelf even snel uitshovelen. Zo, zoals jullie hier kunnen zien heb ik een heel mooi groot stuk uitgeshoveld. Uiteindelijk gaan we dit hier wel nog opvullen met eventueel tools of items van onze mooie Immersive of Engineering. Ik weet niet waarom. Hier, Immersive Engineering gaan we dit hier ook nog plaatsen, dus dat komt uiteindelijk wel goed. Maar we gaan eerst en vooral beginnen met een kleine farm te plaatsen. Ik heb ondertussen een stack en 32 rails. Waar we eigenlijk moeten mee beginnen is kijken waar dan wij onze Advanced Detector Rail gaan plaatsen. En aangezien dat het ME-systeem ons voedselbron gaat opslaan, of ja, toch een deel gaat opslaan van ons ding, ga ik denk gewoon de cargo management, of de cargo manager, ga ik gewoon hier plaatsen. Met hiernaast eigenlijk gewoon de rail. En dan gaan we gewoon eigenlijk beginnen bouwen. We doen eigenlijk gewoon dit. En vanaf hier gaan we eigenlijk gewoon beginnen bouwen naar waar dat de rail of naar waar dat de kaart eigenlijk allemaal moet. Ik ga eerst en vooral sowieso dit al doen. Ik weet niet of die gaat direct beginnen rijden of niet. Ja. Zo. Je gaat dus direct eigenlijk hier, vanaf dat je hier vertrekt, gaat hij eigenlijk al beginnen planten. Is eigenlijk niet echt de bedoeling, zeg maar. Dus ik ben aan het kijken of dat ik eventueel hier... ga je denk ik stone plaatsen of cobblestone plaatsen of iets van een stone brick ga ik plaatsen. Ik denk dat ik gewoon... Nee, wat is cracked stone? Mossy stone is dit. We gaan gewoon bricks plaatsen eventueel. Dan we eigenlijk hier een soort van ding hebben. Dat die de eerste drie dingen niet gaat plaatsen, zeg maar. Om hier eigenlijk gewoon kusten of iets kunnen neerplanten, waardoor dat dit niet kan plaatsen. Dan gaan we eigenlijk gewoon een farm maken. Dan gaan we gewoon kijken hoe ver we komen ermee. Ik denk als we hier nu naar daar gaan gaan. We moeten altijd zo'n ei planten hierheen en hierheen. Dus als wij nu bijvoorbeeld er twee tussen laten... En dan eigenlijk hier weer zo gaan. Ik ga hier nog 2, 3, 4, 5. Dan moet ik hier even zo gaan. Oké, dat is al een stack dat ik erdoor gewerkt heb nu. Nog eentje en dan zo. 1, 2, 3. Zo. Uh,
En dat waren mijn rails. Ik heb ook een voorraad nog gemaakt. Ik kan ook, als het goed is, nog rails. Wij maken een stack eraan. Ik denk dat we met de stack wel nog toekomen. Want ik denk niet dat ik nog heel veel bij ga doen, zeg maar. Ik zit nu al redelijk ver. 1, 2, 3. En als we nu gewoon richting onze farm terug gaan gaan, of richting onze beginstuk gaan gaan. Kijk, ik denk dat dit wel een mooie farm gaat zijn op zich. We kunnen hem wel even plaatsen eventueel. Ik ga hem zo laten gaan. Die gaat sowieso de eerste dingetjes niet, gaat hij niet doen. Oké, het begint eigenlijk zo direct. Mooi. Zit hij eigenlijk continu zo rond te rijden nu. En nu gaat hij eerst alles besproeien. Ja, natuurlijk. Besproeien had hij nog niet echt kunnen doen. Omwille van dat hij geen materiaal heeft. Of nog geen dingen heeft, zeg maar. Kan ik hier alles ingooien of niet? Nee, voor ons MI-systeem begint echt gewoon vol te geraken tot en met. Goed. Dan gaan we lekker Agricraft erbij halen. Want zoals jullie weten, wat ik dus met Agricraft ons hele farm eigenlijk gaan water geven. Puur omwille van, het is makkelijk, het is handig. En we gebruiken het dan ook, deze mod. Voor Agricraft heb je een aantal dingetjes nodig. Je hebt eerst en vooral een Wooden Integration Channel nodig. Ik weet niet of ik genoeg Oakwood ga hebben, maar ik wil het eigenlijk grotendeels uit Oakwood gaan maken. Omdat dat dan echt wel, ja, ik vind dat eigenlijk het mooiste, het Oakwood, dan de... ik vind eigenlijk Oakwood het mooiste, omwille van, ja, dat is het lichte hout, zeg maar. Ik heb ook mijn huis gewoon deels in Oakwood gebouwd, ook een deel in Birchwood gebouwd, maar ik vind Oakwood het mooiste eigenlijk voor te gebruiken. Zoals jullie hier kunnen zien, is de farm, is die al goed bezig. Ja, je gaat nu een paar keer rondrijden. Ik denk dat ik best misschien... Ik denk dat ik misschien best hier een lever plaats, dat hij niet verder kan rijden zometeen. Ik weet niet of hij het zo gaat willen doen. Ik moet eerlijk zijn, ik heb de mod nog niet heel veel gebruikt. Misschien dat het zo even wil blijven staan. In ieder geval rood. Farm. Goed. Even de farm bij mij, het paardje bij mij pakken. Agricraft. Wooden tank. We gaan wooden tanks maken. Nee. Ik wil graag van ook hebben. Eén, twee.
3, 4, 16. Pakken we er 20 van. Zo, dan pakken wij Wooden Ingrid. Nee. Zo. Maken we daar 10 in totaal. Waarom? Deze gaan we even in de... Dat is Dark ook. Deze wil ik ook even wegsmijten nu. Yes. Dan moeten wij daar ook een sproeier van maken. We moeten er ook een wooden valve van maken. Mee maken. Ik denk dan wel meerdere wooden valves aan nodig hebben. Dus wat ik heel eventjes ga doen... ik ga er 6 in totaal maken. Zo. En dan moeten wij nog de sprinkler maken. En daarom kunnen we momenteel 10 van maken. We gaan dan kijken hoe ver we erin mee komen in het geval. Maar meestal vooral slapen. En dan ga ik zo meteen even de video. Ga ik zo meteen even alles plaatsen. En ga ik jullie zo terug verwachten. Even richting de spider nog gaan. Wat ik denk ik wel ga doen uiteindelijk, is hier nog eentje naast. Misschien dat ik het eentje kleiner maak trouwens. Wat heb ik nog rails? Ik heb geen rails meer, wacht. Misschien hè, als ik het nu anders maak jongens. Rail. In plaats van... Even aan het denken aan nu. Ik wil hier uiteindelijk... Ik wil eigenlijk hier, aan deze kant dan, of eigenlijk mee naar hier, wil ik dan eigenlijk nog een farm, nog zo'n kart managen maken. Maar dan eigenlijk van de bomen enkel. Dus als ik nu bijvoorbeeld hier het zo doe... Dan eigenlijk hier hetzelfde doe.
Zo, doe. Hey, dat is veel makkelijker daar. Maar dan zit ik wel met een probleem. Waarbij ik kan het nog verder uitbreiden naar hierheen. Dus ik kan dan hier bijvoorbeeld. Als ik dan bijvoorbeeld, ik moet rekenen dat er hier een, sowieso een farm komt. Dus als ik bijvoorbeeld dan hier plaats. Dan eigenlijk gewoon. Bijvoorbeeld dit toe. Nee. Dit mag ik niet doen. Dat is te dicht. Ja, jullie snappen het idee wel. Ik kan hier dan bijvoorbeeld nog een farm naast plaatsen. Dat de blok dan eigenlijk bijvoorbeeld... Ik zeg nu hier komt bijvoorbeeld. En dat ik dan hier eigenlijk... Zo rechtdoor ga. En dat ik dan eigenlijk zo rond ga. Uiteindelijk deze twee items. Deze twee dingetjes ga ik verplaatsen richting daar of zo. Dat ik hier eigenlijk gewoon de ruimte heb. Maar in ieder geval, ik kan hier wel nog iets anders doen eventueel. Maar dat gaan we later bezien. We gaan eerst en vooral nu iets anders doen. We gaan nu kijken naar naar het feit van de wooden of de dingetjes. Sticks. Moet ik even hebben. Moet even een X maken. Zo, X'je erbij. Dan moeten we even hier. 1, 2, 3, 1, zo. Zo, en dan maken we dit. Eigenlijk één grote bak van. Ik bedenk me nu dat ik nog iets meer moet doen. Nu heb ik een kleine bak nu. Moet nog 3 bij hebben. En die kan ik dan wel bijvoorbeeld in oakwood of in birchwood gaan maken dan bijvoorbeeld. En we hebben hier vooral deze mooie. Dan wat we hier vanuit hier gaan doen. We gaan hier een wooden irrigation channel maken. En we plaatsen eigenlijk deze. Zo. Dan plaatsen we eigenlijk deze zo. Hier hebben we dan een lever uiteindelijk op nodig. En dan moeten we eigenlijk kijken. Dit is het midden. Deze lijn is het midden. Dus moeten we eigenlijk zo gaan. Ik denk nu al dat ik te weinig ga hebben, maar goed. Moeten we ongeveer tot hier gaan. Ik denk dat we deze wel kunnen weghalen. En als ik hier nu een dingen plaats. Dan plaatsen we hier zo eentje. In principe moet dat zelf niet. Deze. In principe had ik zelf niet eens zoveel dingen nodig. Moet hier wel teruggaan. En dan moeten we eigenlijk kijken. Maar goed, ik ga even dit maken snel en dan ben ik zo terug bij jullie, dus tot zo meteen. Zo, we zijn weer terug jongens. We gaan even snel onze tank. Ik heb ondertussen een route uitbedacht.
Dit is onze waterroute die we gaan plaatsen. Ik heb ondertussen ook een klein beetje van de tanks of van de dingen laten uitkomen. Maar... Ik moet heel eventjes zien voor ja, het water echt volledig te gaan opvullen. Met deze even laten opvullen. Wie weet dat die straks goed gaat zijn. Zo. Dan pakken we deze even weer weg. En maar kijken, is dat genoeg? Dit is in principe al genoeg voor... alles te laten werken, of bijna alles te laten werken, die gaat al redelijk ver. Dus gaan we nog één keer... wat zit er in uw water in? Hier zit er water in. Yes. Maar even snel nog een broodje eten en even snel nog zorgen dat die... deze opgevuld raakt. Even kijken of dat niet te snel gaat voor... Zo. Oké, dat is in orde. Dan gaan we die even snel weer daar plaatsen. En dan gaan we onze trein ook plaatsen. Of onze Steve Cars plaatsen. Heeft die al redelijk wat water? Binnen tenminste. Ik denk dat we daarmee al redelijk ver kunnen komen. Dan gaan we onze Steve Car plaatsen. En gaan wij ook seats pakken. Dus wij pakken de seats. Wij pakken carrots. En we pakken aardappels. Omdat dat de drie hoofdzaken zijn die we toch wel gaan planten. Gaan we daar even in plaatsen. Gaan we laten... inladen. Ik moet kijken of dat ik... hoe noem het nu weer? Coal coke moeten we hebben. Ja, dat is te veel coal coke, maar goed. Normaal gezien gaat hij nu... zodat hij het nu moeten planten. En dat nu gelijk deze doe.
Jee, zou het inderdaad moeten goedkomen en zou het inderdaad moeten besproeien. Ik weet alleen niet hoe lang dat het gaat goed lopen. Namelijk, ik denk dat het water hier redelijk snel gaat op zijn. Ja, dat dacht ik dus al. Maar in ieder geval, we hebben water. Dus nooit plaatsen we hier nog een kleine waterrand of hier met nog een kleine waterrand naast. In ieder geval, hij kan wel ropen. Hij runt op power momenteel, dus dat is wel heel goed. En wat we ook kunnen doen is even alles wegsteken wat we niet nodig hebben. Wat we ook nog kunnen doen is onze bone meal pakken. Deze moeten we even gaan fertilizen. Misschien wel handig. Bijvoorbeeld onze bone meal pakken. En dan bijvoorbeeld het. Hier eraan bijsteken en dan krijgen we ook al een soort van fertilizer die er dan ook al nog een keer bij komt, zeg maar, die dan ook nog een keer groeit. Dus ik merk wel dat ik hier een klein beetje lag heb door al die particles. Dus niet omdat ik per se zo gevoelig was ervoor. En dan uiteindelijk de volgende aflevering een keer verder met eventueel het groene gedeelte, dat we daar een output van maken. Dus dat we dat bijvoorbeeld op output doen, op output doen naar Cargo Manager. En dan van hier richting onze dingen daar kunnen gaan bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dit wel echt goed gaat komen. De sprinklers werken in ieder geval redelijk goed dus. We gaan dit gewoon laten verder werken zo. Lekker laten farmen en we kijken dan wel hoe dat verder loopt. In ieder geval, nu gaan we lekker onze chance groups erbij pakken. Ik ga kijken of er nog iets in mijn inventory zit die niet hoort. Ik ga sowieso het touchje doen en dan zie ik jullie. Of ja, ga ik heel eventjes kijken of dat mijn dingen goed werkt. Wat die mijn zonnepaneel pakt, overpakt. Normaal gezien pakken de zonnepanelen het ook gelijk over. Inderdaad, zonnepaneel pakt die gelijk over. Dit moet low priority pakken. En ik pakte eigenlijk gelijk de zonnepanelen ook over. Om even die fertilizer ook nog in te steken. Hier staan er al carrots. En nu is hij bezig met de laatste aardappels te planten. Nou, gaat hij waarschijnlijk een volledig toertje maken of gaat hij eerst... Ik denk dat hij nu eerst alles gaat opwerken. Nou, gaat hij inderdaad alles gewoon... gaat hij anders alles gewoon in farmland veranderen. En daarna gaat hij... weer zijn toertje doen en gaat hij bijvoorbeeld deze gaan oogsten. En heel de boel. En bijvoorbeeld deze daar al plaatsen, dan gaat hij nu... Ik wil eigenlijk deze ergens anders plaatsen. Ik wil eigenlijk deze hier plaatsen. Gaat die... Ja, het gaat één grote ding zijn van... Je gaat niet weten waar de was staan. Maar het gaat wel tenminste werken. Sowieso. Deze gaat zo meteen leeg zijn. Maar dat maakt niet uit op zich. Ik heb hier ook nog heel veel planten staan. Deze farm ga ik dan uiteindelijk weghalen. En gaan we dan gewoon daar ook laten planten. Dus... In ieder geval jongens, ik ben zo terug. Ik ga lekker naar Chance Cube plaats vliegen. En dan ben ik zo terug bij jullie. Dus zo meteen. Zo, we zijn weer terug. We gaan weer lekker de Chance Cubes openen. Of de Chance Cube openen. De Big Giant Chance Cube. Alleen gebeurt er niks met de Big Giant. Oh jawel. Oh jawel. We krijgen hele hoge pilaren weer. En toch wel een aantal pilaren zo te zien.
Oké, dit is heel nice, dit. Binnenkort ga ik dit weer gaan mijnen. Ik ga dit offscreen doen, natuurlijk. Puur, ja, dit is echt niks niet leuk voor in de screen of op camera te gaan doen. We hebben 1, 2, 3, 4, 5. 5 hele mooie pilaren gekregen. Helemaal mooi. Dit. Onze Valentine's Chance Cube gaan we plaatsen. De world's smallest chest from the world. Inderdaad. Nou, hier alsjeblieft een zombie. Ik ga dan denk ik de Pandora box even. Puur omwille dat ik niet wil dat mijn pilaren weggaan, ga ik even de Pandora box hier plaatsen. Puur omdat ik echt wil dat mijn pilaren niet weggaan, namelijk. En blijkbaar gebeurt er later niks met mijn Pandora box. Oké, top. Jongens, in ieder geval, ik wil jullie maar hartstikke bedanken voor kijken naar deze gloednieuwe livestream of gloednieuwe aflevering. Hopelijk hebben we wel genoten van de stream van de aflevering. Hopelijk zien we graag volgende keer bij een nieuwe aflevering. Heet zeker te liken om te nemen natuurlijk als ze niet zijn, super nice zijn. En dan zie ik jullie graag volgende keer bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg voor nu, zoals altijd, bye. Bye.